Vandaag in het Hart van Brabant Nieuws. Woningbrand blijkt te zijn ontstaan in hennepkwekerij. Bezoekersrecord voor Poppodium 013. De woningbrand in de Jacob Roggeveenstraat van afgelopen nacht in Tilburg-Zuid blijft vermoedelijk te zijn ontstaan in de afzuiging van de hennepkwekerij, die was ingericht op de zolder van de woning. De brand brak rond 2:15 uit en werd later door de brandweer opgeschaald tot een middelgrote brand. De mannelijke bewoner van de woning moest naar het ziekenhuis omdat hij te veel rook in had geademd. Behalve op de zolder is er ook op de eerste verdieping een kwekerij aangetroffen. Tegen beide bewoners wordt een proces-verbaal opgemaakt. De jongens die afgelopen weekend zijn aangehouden na een steekpartij op het Pieter Vredeplein zijn allemaal weer vrij. Dat meldt het Brabants Dagblad. De jongeren waren weliswaar betrokken bij het incident, maar bleken vrienden te zijn van het slachtoffer. De politie laat dan ook weten aan de krant dat de jongeren onschuldig zijn. Na de steekpartij kreeg de politie aanwijzingen dat de mogelijke dader of daders een fastfoodrestaurant op het Piersplein waren ingevlucht. Daarop besloot de politie om alle klanten van het restaurant binnen te houden totdat iedereen was gecontroleerd. De zaak is nog steeds in onderzoek bij de politie, die verwacht later meer aanhoudingen te kunnen doen. Poppodium 013 heeft vorig jaar een recordaantal bezoekers getrokken. De 291 evenementen die in 2018 plaatsvonden in de Tilburgse poptempel werden in totaal door 371.000 mensen bezocht. Daarmee heeft 013 naar eigen zeggen 19% meer bezoekers getrokken dan het jaar ervoor. Behalve het bezoekersrecord is er mogelijk nog meer reden tot feest deze week. Het poppodium is namelijk genomineerd voor enkele IJzeren Podiumdieren, een belangrijke award in de muziekindustrie. De winnaars van de IJzeren Podiumdieren worden later deze week bekendgemaakt op Eurosonic Noorderslag in Groningen. Deze week ontvingen een aantal leden van het Brabants afvalteam een certificaat naar aanleiding van het project Tablet en Taal. Uit onderzoek van een externe partij bleek dat een flink aantal badmedewerkers niet beschikte over goede leesvaardigheden. Daarom werd er voor hen een cursus georganiseerd. Ja, omdat dat maakt dat je je werk gewoon beter kan doen. Dat je sneller begrijpt wat ze bedoelen. Hè? Je teammanager, de opdrachten die je krijgt. Maar het gaat niet alleen om de Nederlandse taal. Hè? Het gaat dat je sowieso taalvaardig bent. Dus dat je ook beter kunt luisteren. Dat je ook digitale vaardigheden. Dus dat je weet hoe je bijvoorbeeld met een iPad kunt werken. En dat is ook de reden waarom deze cursisten ook een iPad hebben gekregen van ons. De werknemers van het Brabants afvalteam zijn zelf ook blij met hun nieuwe vaardigheden. Nou kan ik verder in de toekomst met andere cursussen. En eigen ontwikkeling is afgesloten, ja, beter zeg maar. Voor mijn verdere ontwikkeling zeg maar, daar heb ik in ieder geval de grondbeginselen vastgelegd. Ja, dat geeft me meer delen voor de toekomst. Het digitaal wegwijs maken en het opkrikken van de taalvaardigheid van de medewerkers is belangrijk, omdat het bedrijf zelf ook steeds digitaler wordt. En zo willen wij ook onze mensen ook meenemen in de ontwikkeling waar we als organisatie in zitten. Waar de mensen zich in mee gaan ontwikkelen. En het is natuurlijk ook voor de mensen, gewoon voor privé is het gewoon heel prettig. Als je wat vaardiger wordt in je taal, als je vaardiger wordt op digitaal gebied. En dat is eigenlijk de reden dat wij dit traject gestart zijn. We hebben net dan de derde groep gehad die het certificaat lezen en schrijven. Ook een MBO2 certificaat uitgereikt hebben gekregen. Ja, dan ben je ontzettend trots. Om allerlei redenen hebben die mensen het vroeger net niet even de stapje kunnen zetten. En volgens mij kun je als werkgever ontzettend trots zijn als je ook nu weer zo'n groep die de certificaat uitgereikt krijgen. Maar ook in de wetenschap van, hey, er zijn toch weer jongens die we aan boord hebben, die ook weer in de digitalisering waar we in zitten in mee kunnen. Ja.